Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. En mijn weekend begint zoals je hoopt dat er elke weekend begint. Namelijk met poep, letterlijk tot in de gordijnen. Het is 8 uur, het zweet zat me op de rug. Het was overal. Het is echt, ik weet niet, herkent iemand dit? Wacht, ik ga er even bij zitten. Herkent iemand dit, dat zeg maar, ik hoor Niels poepen, dan ga ik erheen. Gewoon meteen. En dan is het al all over the place. Die jongen heeft poepluiers. Tot in de gordijnen, letterlijk. Nee, die gaan we niet kijken, lieverd. Kom maar, laat ik hem even zien. Niels wil buurman en buurman kijken. Maar dat gingen we niet doen, hè? Nee, ik snap dat je dat graag wil, maar dat gaan we niet doen. Buurman en buurman moeten even slapen. Dus ja, zo begon mijn dag. Oh, voorzichtig. En nou, nu is alles weer schoon. Was zit erin. Nee, we gaan geen buurman kijken, lieverd. Niels is niet helemaal in zijn sas. Dus ik ben even aan het bedenken wat we gaan doen. Ik ben zelf ook echt, ik heb zo'n drukke week gehad. Ik ben gebroken. Maar nu is het klaar. Je hoort me een aantal weken al klagen over drukke weken. Nu komt de rust er weer aan op het werk. Dus dat is heel fijn. En nou, ik ga even bedenken wat we vandaag gaan doen. Maar ik denk wel dat ik iets met hem moet gaan doen. Want hij is niet echt erg heel gezellig. Dus ik zit te denken aan Kids City of Ballorg. Of nou goed, en dan iets wat niet te ver weg is. Ik ga hier even wat doen. Want deze chef is nu zelf bezig met de DVD. Kijk, dat is altijd een goed idee. Mama. Ja, kan niet open, hè? Bij de NSP moet ook even naar bed. We zijn net even buiten geweest. Maar hij is echt niet lekker. Dus ik heb hem maar even voor de tv gezet. Want hij wil eigenlijk alleen maar gewoon zitten. Dus nou, dat. Ik heb bloemetjes gehaald. Die ga ik even weer in de vaasjes zetten. Ik heb nieuwe raamstickers gescoord bij het kruidvat van Sinterklaas, dus daar gaan we even mee spelen. Het is inmiddels alweer heel wat later. Niels is nog steeds niet echt topfit. Maar goed, ja, weet je, op een gegeven moment geef ons maar een over. Maar hij is nu wel naar buiten bij mama. Mijn jas aan doen. En ik ga even naar de schoonheidsspecialist. Voor de wenkbrauw. En daarna moet ik eigenlijk nog even naar de Action. Om zwembandjes te kopen voor mijn broertje. Lang verhaal. Het is onderdeel van zijn cadeautje. Alleen zijn cadeautjes zijn uiteraard geen zwembandjes. Dus hoppatee. Op naar buiten. Het is volgens mij best wel koud. Zo, de wenkbrauw zit weer in de lak. En nou zie ik dat ik nog maar 3% batterij heb. Super relaxed. Maar ik moet nog wel even de stad in. Dus even rollen. Ik ga even naar de Action. Maar ik kon niet vinden wat ik nodig had. Ik heb wel wat andere dingen. Dat ga ik even laten zien. En nu weer naar huis. Vanavond eten de risotto. Dat wil zeggen Niels en ik. Ik weet niet of Niels het lekker vindt. En ken je dat moment dat je dan zeg maar je ingrediënten uit de koelkast haalt en dat er zeg maar haar op staat. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Maar het is dus niet gewoon schimmel zoals paddenstoelen schimmelen. Maar de haren staan erop. Lekker. Zou er geen houdbaarheidsdatum op? Heerlijke risotto. En hier is ook. Jam, jam. Hiernaast me is de risotto een ware hit. Lekker hè? Ja.
Ja. En Sven heeft een etentje. Ik zie er niet uit trouwens hoor. Sven heeft een etentje. Maar gelukkig is die rest van het weekend wel thuis. Daar hebben we zin in. Hè? Dus, Oh, het is weer lekker donker. Ik heb net een filmpje bewerkt. En Sven is nog niet thuis, maar het is laat. Ik vind het mooi geweest. Ik ga lekker naar bed. En ik zie jullie heel graag morgen weer. Goedemorgen, het is zaterdag en het is inmiddels 11:30. Ik heb net gesport en nu gedoucht en ik ben me nu aan het opmaken. Sven is even met Niels naar de supermarkt. Die moet taarten bakken voor een uitje van zijn werk. En helaas moet hij die eerst test maken. Nou, wie kan ze beter proeven dan ik? Hij wil carrot cake en cheesecake maken. Cheesecake ben ik niet zo van, maar carrot cake? Dus hij is even met Niels boodschappen doen. Zometeen is trouwens de intocht van Sinterklaas. Zeg maar degene op tv. In Dokkum zijn ze volgens mij dit jaar. Dus dat gaan we zo kijken met Niels. Hij snapt het nog niet helemaal. Maar hij heeft wel de hele tijd over Sinterklaas Zwarte Piet. En wat wel grappig is dat Sinterklaas op het kinderdagverblijf komt. En dat was mijn man. Goed. Ik ga de fiets repareren. Dat wil zeggen, ik zal het even laten zien. Dit is mijn fiets. En nou, zoals je ziet, zeg maar die voetsteuntjes van Niels, die kunnen niet verder. Maar ze moeten wel omlaag, want Niels wordt te lang. Dus dit heb ik al een keer vergroot, maar dit moet dus nu nog groter. Dus daar ga ik me even over ontfermen nu. Dag Sinterklaas! Ze zit heel gebiologeerd te kijken en hij zat net ook mee te zingen en te zwaaien. Het is natuurlijk al 11:30, dus hij eet ondertussen maar even zijn broodje. Als je denkt, wat hoor ik piepen, dat is de vaatwasser die stuk is. Daar hadden we vannacht ook last van. Ik weet niet of ik dat al gezegd had. Maar we dachten, Sven heeft het helemaal schoongemaakt zoals we dachten en dan is het wel verholpen. Maar dat is dus niet het geval. Dat is altijd in het weekend, hè, dit soort dingen. Ik moet mijn haar nog even feunen. Nou, de fiets is weer gerepareerd. Super fijn. En nu ga ik een beetje opruimen. Dat is echt één grote rotzooi. Ik ben even mijn administratie aan het doen. En zeg maar, ik heb ook allemaal van die kortingsbonnen waarvan ik denk, zijn ze nog geld? Nou, deze nog wel geld, maar heel veel ook niet meer. Dus dat ben ik even aan het doen. Mag ze schoen zetten. We kunnen dit. Hem hier neerzetten. Zo. Zo. Nou, eerst maar een tekening erin. Zo. Zo. En nog een worteltje voor het paard. Voor het paard in de marine. Doe maar in het laarsje. Goed zo. Nou, zo. En dan moeten we even een liedje zingen, hè? Een liedje zingen. Welke wil je? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoen, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Goed zo. Een deur. Ja, dan kan hij door de deur. Dat is wel handig, hè? Nou, dan laten we hem zo staan. Ik ga hem morgenochtend gaan kijken. Zo, mijn nieuwe notebook ga ik in gebruik nemen, want mijn oude, deze, die is vol. En verder hebben we net alles met de hand afgewassen, aangezien de vaatwasser stuk is. Ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. Niels ligt in bed, hij heeft zijn schoentje gezet. En ja, dat hebben jullie kunnen zien, vet schattig. Een mooie tekening gemaakt voor de Sint. En ja, dan ga ik gewoon lekker avondje op de bank hangen, dat zit mijn haar goed. Oh ja, en ik heb ook nog een grootsteen.
stopt, zeg maar, nu van de keuken. Vorige week, badkamer. Love it. Lekker geurtje. Echt. Maar er kwam hier helemaal niet zoveel uit. Maar toch loopt hij vast. Dus ik moet even kijken. En misschien dat dat dus ook iets te maken heeft met het probleem van de vaatwasser. Of andersom eigenlijk. Maar goed, dat voor later. Sven die zit al op de bank voetbal te kijken. En ik ga zo ook iets kijken. Of misschien we samen iets gaan kijken. Dat is in. Zat dat in je schoen? Een mooi cadeautje. Zet dat in je laars. Openmaken. Ja, maar eens even openmaken. Dus één. Toppen. Even helpen, hè. Wat nou zijn? Zo. Niet zo. Hier zit hem. Plakketje. Wat zijn dat? Kleurtrollen. Ja, daar kan je mee kleuren, hè? Vind je die mooi? Ik ga ze openmaken. Ja, zo. Vind je die mooi, Niels? Oh, oké. Kleurtrollen. Ja, zullen we even het papiertje erbij pakken dan? Ja. Goedemorgen, het is zondag. Oh, het is nog best wel donker. Nou, zoals je zag heeft Niels net zijn eerste schoencadeautje aller tijden uitgepakt. En hij heeft er al lekker mee zitten kleuren. En zijn luier moet worden verschoond. En als hij erg gepoept heeft, vindt hij dat niet zo fijn. En nu gaan we even ontbijten. En dan heb ik afspraak met de meiden van de zwangerschapsclub. Met kids. En dan gaan we gezellig eventjes een bakje doen. Een taartje eten, denk ik. En daarna, Sven komt ons ophalen, gaan we door naar de optocht. Want Sinterklaas komt vandaag in Utrecht aan. Dus dat wilden we graag doen. En we kunnen ook nog naast een slaapje. Maar dat is een minder leuk onderdeel, vinden wij. Want we vinden het leuk als je met de boot aankomt. En mijn familie komt straks. Mijn broertje was jarig en dat gaan we vandaag vieren. En dat vieren we hier gewoon puur omdat wij de enige zijn met een kindje. En ja, het is ook makkelijk als Niels gewoon lekker, zeker op zondag, gewoon lekker in zijn eigen bedje kan liggen. Dus ze komen gezellig hierheen. Dan gaan we lekker eten. Allemaal Mexicaans, want dat is lievelings van mijn broertje en van Niels. Dus dat komt goed uit. Dus allerlei tortilla's en wraps en empanada's en corona en dat soort dingen. En dan gaan we daarna met z'n allen nog 30 seconds spelen, want dat vinden we heel leuk. Dus het wordt een gezellig dagje. En de vaatwasser is nog steeds stuk. Dus we hebben gisteravond alles met de hand gedaan. Dus ik appte al naar mijn moeder. Ik heb een altijd foto geappt van Niels die zijn Sinterklaas cadeautje. Niels die zijn Sinterklaas cadeautje of zijn schoentje zet. En het stuurt ze, nou, stuurt iets. Toen zei ik, oh ja, by the way, de vaatwasser is stuk. Dus het wordt wel even werken morgen. Maar ik vind het geen probleem. Maar als we het even met z'n allen doen, dan is het zo weg. Dus dat. We gaan een lekker dagje hebben. Zo even douchen. Ik ga even kijken waarom hij zo huilt. We zijn bij de intocht van Sinterklaas. Waar is mijn Pietje? Waar is mijn Pietje? Prinsesje op een kussentje met de afstandsbediening alsof ze zo even tv gaat kijken en niet eens. En ik ga even
lunchen met een restje van de risotto van... Oh, het bestaat helemaal, risotto van laatst. Warm, zoals je kunt zien. Nou, Niels vond de optocht helemaal leuk. Het begon alleen op het laatste regen, dus ik ben een beetje nat. Maar goed. Dus ja, even lunchen en dan even opruimen, want dan komt de family. Nou, ik ben het eten vergeten te filmen, maar we gaan nu het dessert maken. We moesten alles afwassen, aangezien de vaatwasser stuk is. Hier wordt voorgelezen. Wat zien we die? Dat is die. Of die? We hebben Mexicaans gegeten, Niels de Favo. En ook van mijn broertje, dus dat komt goed uit. En nu hebben we... chocolademousse, maar dan van avocado en cacao en zo. Een healthy chocolademousse. En wat? En banaan. Och, kijk eens. Een peertje erbij en brownies. Want die heeft mijn broertje gemaakt. Of zo'n vriendinnetje, denk ik. Brownies. Peertje. En zo meteen nog chocolademousse. Lekker. Klein stukje. Deze. De family is net naar huis. We hebben net nog 30 seconds gespeeld, zoals je kon zien, niet kon zien, denk, weet ik niet meer. Ik heb gewonnen met mijn broertje. Yes, tegen mijn ouders en Sven. En nou, het was gezellig. En het is nu, het is nog op tijd hoor. Het is iets over 9, dus dat valt heel erg mee. En ik krijg een berichtje, sorry. En Niels was op laatst even niet zo lekker. En die heeft ook nog over mij heen gespuugd. Dus ik heb nu kots in mijn haar zitten. Maar ik doe het wel zo en dan was ik het morgenochtend. En over de kussens en zo. Dus die... Een deel zit nu in de droger en een deel hangt nu op de waslijn. En hij had ook weer vlekjes op zijn benen. Dus ja, misschien dat het nu wel een keer de waterpokken zijn. Ik weet het niet. Wij gaan nu gewoon lekker nog bank hangen. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Volgende week, heel leuk, want dan vieren we Niels zijn verjaardag part 1. In Zwolle, bij Sven's ouders vieren we dat. En hij is de week daarna al een jaar en dan vieren we het weekend. Daarna vieren we het met mijn ouders. Dus een beetje zo van aan allebei de kanten van de week één feestje. Ja, dus dat voor volgend weekend. En ik zie jullie dan heel graag weer. En heel erg bedankt weer voor het kijken. Doeg!